rechtsmond hetzelfde, ja. Maar juristen kennen het verschil. Ja, nee, daar heb je wel gelijk. Ik wilde aan jou vragen, hoe is het met hem afgelopen? Laten we ook memoreren dat zijn vrouw, Meta, 2 weken geleden is overleden. En die heeft, misschien wel tot jou, maar in ieder geval tot mijn verbazing, consequent hem alleen maar verdedigd. Ik zou bijna zeggen, hoe naïef kan je zijn? En ik zou aan je willen vragen, hoe is het met betrekking tot deze zaak met jou afgelopen? Dat zijn 2 vragen. Begin met mensen als je wilt. Met mensen slecht en met mij goed. Heb ik je vraag daar voldoende mee? Maar dan misschien een klein beetje nuanceren. Mensen heeft uiteindelijk 10 jaar gekregen, aanvankelijk 15 jaar, door de rechtbank hier in Amsterdam. De dochters van de president van de rechtbank zitten hier op dit moment in deze boekwinkel. Dochters van de president die hem in eerste instantie tot 15 jaar heeft veroordeeld. In de bijzondere rechtspleging is geen hoger beroep mogelijk. Dus de feiten blijven altijd de feiten. Ik ben alleen in cassatie. Nou, dat heeft Mente in totaal 4 keer gedaan. Hij is 4 keer in cassatie gegaan. Hij heeft 1 keer succes gehad. Dat is de eerste keer toen hij in cassatie ging. Toen heeft de Hoge Raad de zaak terugverwezen naar een andere rechtbank. In dit geval de rechtbank in Den Haag. Die alleen maar de vraag dienden te beantwoorden of de naoorlogse minister van Justitie Menten eigenlijk een onvoorwaardelijk sipo had gegeven. Daar werden ook getuigen voor opgeroepen, waaronder ook de weduwe Kortenhorst, dus de weduwe van de vroegere advocaat van Menten. Even een onvoorwaardelijk sipo, je bedoelt te zeggen dat Menten nooit meer zou kunnen worden vervat. Ja. Dat was ook een van de verweren van de advocaat van Menten. Ne bis in idem, niet 2 maal terecht mag staan voor dezelfde feiten. Ja, dat was een onzinargument natuurlijk, want het waren hele andere feiten. Dat sipo kon alleen maar gelden voor wat er toen bekend was. Niemand kan een sipo voor de toekomst krijgen voor misdaden die je nog moet gaan begaan. Je kan alleen maar een sipo krijgen voor zaken uit het verleden, voor zover die bekend waren. Nou, in ieder geval, de rechtbank in Den Haag vond het aannemelijk dat Menten ooit die toezegging was gedaan en heeft hem toen ontslagen van rechtsvervolging. Dat betekende dat Menten als vrij man de zaal kon verlaten. Daarop is de officier van justitie weer in cassatie gegaan en die heeft Menten onmiddellijk onder huisarrest laten stellen. Dus toen woonde hij weliswaar weer in zijn landgoed, op zijn landgoed in Blaricum, maar met zo'n politiestellage ervoor zoals we niet zien voor de synagoges. Toen zijn er nieuwe zaken weer gekomen. Nou, ik ga ze niet allemaal herhalen. Hij heeft in totaal 5 processen gehad. En in het laatste strafproces, dat was weer in Rotterdam, dat meer weg van een soort ontdekje plekje dan een strafproces, want hij ging steeds naar een andere stad. Uiteindelijk is hij onherroepelijk veroordeeld tot 10 jaar. Maar hij zat inmiddels al ruim 4 jaar in voorarrest. Nou, 10 jaar wordt in de praktijk natuurlijk min een derde, is zeg maar 7 jaar. Daar had hij er al bijna 4 van uitgezeten. Dus hij heeft nog ruim 3 jaar in de strafgevangenis in Scheveningen mogen doorbrengen. Daar is hij uiteindelijk toch levend, maar zwaar dementerend uitgekomen. En toen heeft hij de laatste 2 jaren van zijn leven dementerend in een verzorgingshuis in Loosdrecht doorgebracht. Het is Menten dus niet goed gegaan. Meta is een ander verhaal. Meta heeft geen bloed aan haar handen, heeft geen oorlogsmisdaden gepleegd. Zijn tweede vrouw, is hij pas in 1953 mee getrouwd. Ik ga ervan uit dat ook zij een goede trouw was. Ze zal wel wat gehoord hebben dat hij een paar jaar eerder ook een proces in Nederland gehad had, want dat heeft toen ook heel veel stof doen opwaaien, dat eerste proces. Maar daarvan zal ze de overtuiging hebben overgehouden dat dat eigenlijk allemaal
niet klopte. Dat gevoel moet ze hebben gehad. Ze is dus de goede trouw geweest. En dat ze haar man, zeker in het begin, hoe dik en dun blijven steunen, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Dat is haar niet euvel te duiden. Maar er gaat ergens een moment moeten komen waarop je zegt van ja, nou geloof ik het niet meer. Als er tal van ooggetuigen, ik kan de aantallen niet eens noemen, misschien zijn het er 20 geweest, uit de hele wereld, uit Oost-Europa, uit Israël, uit Zweden, uit Amerika, naar Nederland overkomen, om onder ede in een strafproces als ooggetuigen te verklaren hoe ze gezien hebben dat Mente executies heeft geleid en hun hele familie heeft uitgemoord, dan kan je toch ook als echtgenote uiteindelijk niet meer geloven dat dat allemaal gelogen zou zijn. Zij heeft dat wel gedaan, zij is volledig meegegaan op het spoor van de advocaat van Mente, dat was een heel simpel spoor, namelijk dat hele proces was één groot KGB-complot. En ik stond ook op de loonlijst van de KGB. Zowel niet van de Mossad en de KGB, die in die tijd overigens niet samenwerkten. U moet zich ook voorstellen, daar was de hele verdediging op gebaseerd. De hele verdediging was gebaseerd op het feit dat het allemaal één in elkaar gestoken verhaal was. Als getuigen elkaar op onderdelen tegenspraken, en dat deden ze soms. De ene zei, Mente droeg een grijs uniform, de andere zei nee. Het was groen. De ene zei, Mente droeg een platte pet. De andere zei, nee, hij droeg helemaal geen pet. De andere zei weer, nee, het was een muts. Al dat soort kleine, hele kleine verschillen werden door de verdediging natuurlijk uitvergroot tot monstrueuze proporties. Kijk eens, de getuigen spreken elkaar tegen. Dus hoe kan je nou iemand veroordelen als de getuigen het onderling niet eens zijn? Dat ze het wel eens waren over het feit dat het Mente was die die executies leidde. En dat ze hem herkenden en dat ze het wisten, dat werd uiteraard onder de tafel geveegd. En als ze wel exact gelijk verklaarden, dus wel precies gelijk verklaarden, dan was het evident dat er sprake was van een KGB-complot. Dus het was voor tweeën in, als ze elkaar tegenspraken, dan klopte er allemaal niks van en dan kon hij niet worden veroordeeld. En als ze exact hetzelfde verklaren, dan was het een ingestudeerd KGB-lesje.